Stichting For Life organiseerde deze week voor de tweede keer de pubquiz. 30 teams treden tegen elkaar op het gebied van muziek en films. Mensen mogen raden naar muziekinstrumenten, dus de kennis van muziek wordt getest. En daarnaast hebben we dit jaar eraan toegevoegd dat ook de kennis van film wordt getest. Dus we gaan ook een aantal filmfragmenten laten zien en mensen moeten dan raden uit welke films die komen. En ik begrijp dat het een behoorlijk pittige quiz gaat worden. De samenstelling van de teams was divers. Bedrijventeams, vriendenteams en natuurlijk de deelnemers van vorig jaar. De avond was niet alleen voor vermaak. Er zit een hele diepere gedachte achter. Allereerst wordt het georganiseerd door Stichting For Life. Een stichting die zich inzet voor zo'n 1500 vrouwen en kinderen in de sloppenwijken van Nairobi. Daarnaast is het ook nog een hele speciale avond omdat de voorzitter van de stichting, John Schut, er niet bij kan zijn. Omdat hij ernstig ziek is. Deze avond staat eigenlijk ook wel een beetje in teken van hem daarvoor. Het team van RTV Ronde Venens en Die in de Lucht eindigt op de derde plek. Loyalty Lab op 2 en Team Erik kwam op de eerste plek terecht. De avond heeft €1970 opgeleverd. Met het geld worden projecten in Kenia ondersteund.